smirují se, pane bože. Mor je to, mor. Žádný mor, malomocenství, bílá nemoc tomu říkají. To je trest od pána Boha. To by byl divný Bůh, kdyby trestal chudáky. Ik heb voor u een fragment vertaald van een toneelstuk van Karel Čapek, De Witte Ziekte, in het Tsjechisch Bílá nemoc. Hij schreef dat in 1937, ruim een jaar voordat hij zelf zou overlijden. Hij wilde graag een statement maken in verband met het opkomende nationaal socialisme, dat zich in Duitsland verspreidde als een besmettelijke ziekte, bij Čapek dan de Witte Ziekte. De overeenkomsten met het coronavirus zijn zo opvallend dat ik dit graag aan u wilde laten horen. Het fragment speelt zich af in de werkkamer van professor Sigelius, de geneesheer-directeur van een grote kliniek. En deze wordt geïnterviewd door een journaliste. Prosím, račte. Prosím. Vidíte? Malá bílá skvrna někde na povrchu těla, chladná a naprosto necitlivá. Vooruit dan maar, mevrouw. Ik heb alleen maar 3 minuten de tijd voor een interview met u. U zult het begrijpen, mijn patiënten. Wat hebt u op het hart? Professor, onze krant wil uit de mond van de meest bevoegde informatie voor zijn lezerspubliek. Oh, het gaat zeker om die zogeheten witte ziekte of Pekinese melaatsheid. Helaas wordt daar haast al te veel over geschreven en veel te ondeskundig. Volgens mij moeten ziektes overgelaten worden aan artsen. Zodra je er in de krant over schrijft, gaan de meeste mensen meteen symptomen bij zichzelf zoeken. Niet waar? Zeker, maar onze krant wil zijn lezers juist geruststellen. Geruststellen? Beste mevrouw, maar waarmee wilt u ze geruststellen? Kijk, het is een ernstige ziekte en die verspreidt zich als een lawine. Weliswaar wordt het koortsachtig in alle klinieken ter wereld aan een medicijn gewerkt, maar tja, onze wetenschap staat vooralsnog machteloos. Schrijf maar dat de mensen zich bij de eerste symptomen vol vertrouwen tot hun huisarts moeten wenden. Basta. En hun huisarts? Nou, die schrijft een recept voor een zalfje voor ze uit. De armsten krijgen hypermangaan en wie wat welgestelder is, krijgt pirubalsem. Helpt dat? Zeker, met name tegen de stank als het open wonden worden. Dat is het tweede stadium van de ziekte. En het derde? Dan kregen ze morfine, mevrouwtje. Niets dan morfine. En nou, genoeg erover, toch? Het is een akelige ziekte. En is die erg besmettelijk? Het is maar hoe het te bekijkt. We kennen namelijk de microben niet die de ziekte op ons overdraagt. We weten alleen dat die zich razendsnel verspreidt. We doen ons uiterste best, mevrouwtje. We strijden, maar met een onbekende vijand. U kunt opschrijven dat er in mijn kliniek al 3 jaar aan gewerkt wordt. We hebben al een flink aantal wetenschappelijke artikelen over onze ziekte gepubliceerd, die dikwijls en met instemming worden geciteerd in de vakbladen. Intussen is onomstotelijk bewezen. Zuster, wilt u alstublieft voor deze mevrouw de wetenschappelijke artikelen van onze kliniek klaarleggen? Zo, u kunt daarnaar verwijzen, mevrouw. Dat zou uw lezerspubliek geruststellen als het weet hoe inspannend er bij ons gestreden wordt tegen de zogeheten Pekinese melaatsheid. Wij noemen het echter geen melaatsheid. Melaatsheid of lepra is een huidziekte, terwijl onze ziekte een puur interne aangelegenheid is. De heren collega's van de huidkliniek eigenen zich weliswaar ook het recht toe er college over te geven, maar ja, enfin, laat maar zitten. Maar is het dan ernstiger dan melaatsheid? Natuurlijk, deze ziekte is veel ernstiger en interessanter. Alleen de eerste symptomen doen aan gewone lepra denken. Een klein wit vlekje ergens op het oppervlak van het lichaam, keel als marmer en volledig gevoelloos. De zogeheten macula marmorea. Om die reden wordt het ook de witte ziekte genoemd. Maar het verdere verloop is volstrekt eigenstandig en afwijkend van de gewone leprosis maculosa. Wij noemen het de Cheng-ziekte,
of de Morbus Chengi. Want dokter Cheng heeft de ziekte al aan de hand van enkele gevallen in een hospitaal in Peking beschreven. Een prima publicatie, mevrouw. Ik heb er al in 1924 naar verwezen toen nog niemand vermoedde dat de Cheng-ziekte een pandemie zou worden. Pardon, een wat? Een pandemie. Dat is een ziekte die zich als een lawine over de hele wereld uitstort, mevrouwtje. In China duikt bijna elk jaar een nieuwe interessante ziekte op. Maar geen van die ziektes had zo'n succes als de Cheng-ziekte. Dat is de ziekte waar we heden ten dagen mee van doen hebben. Er zijn al ruim 5 miljoen mensen aan bezweken en zo'n 12 miljoen zijn er momenteel besmet. En minstens 3 keer zoveel loopt er op aarde rond en weet niet eens of hij ergens op zijn lichaam een marmeren en gevoelloze vlek heeft, ter grootte van nauwelijks een linzen. En dat terwijl het nog pas 3 jaar geleden is dat die ziekte bij ons opdook. U kunt opschrijven dat de eerste casus in Europa juist in deze kliniek van mij is vastgesteld. Daar kunnen we trots op zijn, mevrouw. Een van de fraaie symptomen kreeg zelfs de benaming, het Sigelius-symptoom. Symptoom van de geneesheer, directeur, professor, dokter Sigelius. Ja, precies, het Sigelius-symptoom. Zoals u ziet werken we op volkracht. Intussen is er onomstotelijk vastgesteld dat de Cheng-ziekte alleen personen van circa boven de 40-50 en hoger treft. Kennelijk krijgt de ziekte een goede bodem door normale organische veranderingen die we ouder worden noemen. Buitengewoon interessant. Vindt u? Hoe oud bent u dan? 30. Oh, vandaar. Als u ouder was geweest, dan had u het misschien wel minder interessant gevonden. Verder weten we in elk geval dat we vanaf het eerste symptoom een zogenaamde diagnosis in Faustissima hebben. De dood treedt na 3 tot 5 maanden in. En gewoonlijk door een algehele sepsis. Morbus Chengi is een besmettelijke ziekte die door een tot op heden onbekend agent wordt overgebracht. Aanleg ervoor komt met de eerste tekenen van lichamelijk ouder worden. Symptomen en verloop van de ziekte, dat kunnen we wel achterwege laten, niet? Daar is helemaal niks leuks aan. En wat de geneesheid betreft, sedativa tantum prescribere opportet. Pardon? Hoe zei u? Oh, laat me zitten. Dat is alleen voor doktoren. Had u nog een vraag? Ik had namelijk maar 3 minuten de tijd. Als u mij nog 1 vraag toestaat. Onze lezers interesseert het nog het meest hoe ze zich tegen die ziekte kunnen beschermen. Huh? Hoezo beschermen? Geen denken aan? Absoluut geen denken aan. Mevrouw, hieraan bezwijken we allemaal. Iedereen die boven de 40 is, is bij voorbaat de klos. Dat zal u niets kunnen schelen met uw nozele 30 jaartjes. Maar wij mensen op het toppunt van ons kunnen, tja. En kijk eens aan, uw lezers zou het interesseren hoe zij zich zouden kunnen beschermen tegen levend in ontbinding raken. Dat geloof ik graag, mevrouw. Dat interesseert mij ook. Ach, God almachtig. Wat is de huidige wetenschap toch waardeloos. Professor, misschien kunt u tot slot een paar opbeurende woorden zeggen. Oh, zal ik doen. Schrijf in de krant dat we ons hierbij neer moeten leggen. Ze začátku to máš na kůži, ale až ti to začne žrát uvnitř, jako mě... No a sledí to už jenom na světě. Proto musel přijít ten mor. Žádný mor. Při moru bys člověče z černá. Ale přitom hlasí bílý jako křída. Pane Bože, smiluj. Hlaste na patologii číslo 10.